Dat klopt. En die is in principe, die heeft ook mijn naam gestaan. Mijn neef die had op dat moment geen geld dat er even maar vroeg aan mij te doen dagelijk. Op mijn naam was het, dat heb ik gedaan. Hij zou daarna straks zijn geld op de legitimatie had wel doen. In ieder geval niet begonnen. Zou het op zijn naam zetten. Nou, ik ben zelf een en heb er nooit bij stilgestaan. En ik ben door mijn omstandigheden een hele lange tijd niet ingeschreven waar ik ingeschreven staan in het GBA. Dus ik heb ook een keer geconfronteerd met die bekeuring. Toen heb ik dezelfde kant genomen. Toen heb ik mijn neef gebeld. En die heeft dus die brommer nooit overgeschreven. Maar die heeft die brommer ook nooit opgegeven als zij de gestolen, want dat is gebeurd is. Dus ik ben toen heel erg verrast. Ik heb toen ook gebeld met de RDW, ik had het ook met de CRIB, want toen liep ik eigenlijk eerder op de boekkop, om het zo maar te zeggen. Toen heb ik geprobeerd mijn neef te bewegen, te verduiden dat hij daadwerkelijk de brommer in bezit had. Dat heb ik voor jullie aangekomen dan bij de politie die mij gestuurd heeft. En dat hij dus degene is van wie eigenlijk de brommer is geweest. Alleen hij heeft mij nooit geïnformeerd over het feit dat die brommer niet verzekerd is geweest. Dat ik die had, was hij voor mij nooit had gezegd. En hij had geen rijbewijs. Ja. Ja, want ze willen mij namelijk bezwaren vanochtend het postgevonden bij mijn luchtenbier en ze willen me arresteren en in Gijsjournaam nemen. Dus kom ik kapot en ik ben al zwaar gezet. Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Maar dat is voor alles in de zaak een correctieverzoek indienen. Je brengt ons eigenlijk weer akkoord gegeven. En zodra zij in ieder geval die naam gekeken hebben, dan wordt het ook echt dat ze opgesteld. Maar hoe moet ik daarmee nu omgaan met de politie dan? Want die staan morgen weer op de stoep. En als zij nog vragen hebben, zouden zij contact met ons kunnen nemen. En ik heb gesproken met wie? Nu? Mevrouw Arendt. En mijn naam komt ook bij de zaak op de naam die ik zo gemaakt heb. Ja. Zijn er nog andere vragen van mij? Nou nee, alleen dat ik van die boren op wil. En dat, ja, ik vind het zo dat mijn neef niet in gebrengen te blijven. Ja, alleen geen rijbewijs. Ja, alleen maar uitgaan van de ket tegenhouden. Dat voelt de naast dat de mensen denken. Al de 6 keer de volgende pannen gaat. Ja. Maar goed, voordat werd gestolen, waar kan de correctie verzoeken over de zaak niet? Dat is fijn om te horen, ja. Dat is op zich een oplucht. Ja, kan die agent haar bellen? Ik zal terugkomen en dan zal ik op achterop meteen. Kan de politie jou ook specifiek bereiken of niet? Nee, ze kunnen gewoon bellen met dit nummer. Ik ga het vandaag sturen naar mijn telefoon. Dan kunnen aangeven wat ze daar zullen collega's mij kan de zaak gaan. Oké, nou prima. Ja. Dan noteer ik op nummer van waar ik van internet heb afgedrukt. Is goed. Ja? Dank u.